Het winterpretpakket van de Brailleliga. Aflevering 2. Hallo allemaal. Vandaag heb ik afgesproken met mijn collega Greet. We gaan iets super tof knutselen. Zoals ik gisteren al zei, hebben we restjes breigaren nodig en een stukje karton. En nog enkele andere zaken die jullie vast en zeker in huis hebben, maar daar gaat Greet meer over vertellen. Straks, op het einde van deze aflevering, ga ik jullie nog iets heel leuk meedelen. Namelijk hoe je kan meedoen aan onze wedstrijd. Onze winterpretwedstrijd. Je kan er een heel leuke prijs mee winnen. Dus blijf zeker kijken en luisteren en straks vertel ik jullie meer. Voor nu, alvast veel plezier met het knutselen. Hallo, ik ben vandaag in de supertoffe stad Hasselt. Ik heb er afgesproken met mijn collega Greet van het dienstbegeleiding om de aflevering van vandaag te maken. Ik ga nu naar haar toe gaan. De Brailleliga ligt in het centrum van Hasselt. Onderweg liggen er ribbeltegels. Deze zijn speciaal voor blinden en slechtzienden gemaakt. Men kan ze voelen met een witte stok en weten zo welke richting ze uit moeten gaan. Aan de noppentegels moet men stoppen. Ik moet een verkeerslicht oversteken. Hier zijn de rateltikkers. Deze geven een ander geluidssignaal wanneer het rood of groen is. En zo weet men wanneer het veilig is om over te steken. In Hasselt ligt één van de regiohuizen van de Brailleliga. Naast Hasselt is er in elke provincie een regiohuis. Dus ook bij jou in de buurt. Je kan hier terecht als je bijvoorbeeld vragen hebt voor de sociale dienst. Er gaan ook leuke activiteiten door en je kan er allerlei lessen volgen bij de dienst DBH, Begeleiding en Hulp. De grote hoofdzetel van de Brailleliga ligt in Brussel, vlak bij het treinstation Brussel-Zuid. Indien je meer info wil over de verschillende locaties, kijk je maar eens op onze website www.brailleliga.be. Zo, ik ben aangekomen. Je herkent de gebouwen van de Brailleliga aan de stickers met het logo op de ramen. Het logo is blauw of wit van kleur. Er staat een mannetje op met een witte stok en die ook een blindengeleide hond vast heeft. Er staat bij geschreven Brailleliga, een andere kijk op het leven. Er staat ook 100 jaar bij het logo, want de Brailleliga bestond in 2020 100 jaar. Zo, ik ga nu naar binnen. Greet zal wel op ons aan het wachten zijn. Hallo. Hey, dag Nathalie. Dag Greet. Hoe is het ermee? Goed, en met u? Goed, goed. Aha. Goed. Leuk dat we hier vandaag samen zijn. Ja. Ik zie hier al van alles liggen. Ik ben heel benieuwd wat we gaan maken. De kinderen thuis weten ook dat ze breigaren moeten voorzien, maar kan je vertellen wat we gaan doen? Ja, het is nu stilletjes winter aan het worden en het is koud en het is heel snel donker. Dus dan is het wel gezellig als we het een beetje kunnen aankleden. Bijvoorbeeld met lichtjes op te hangen, maar ook met zelf dingen te maken. We hebben daar nu de tijd voor en ik ga jullie tonen hoe dat je een pompon kunt maken. Ah, leuk. Oké, ik zal jullie eerst vertellen wat dat je allemaal nodig hebt om een pompon te maken. Natuurlijk het breigaren, dat hebben jullie ondertussen al gezocht, in een kleurtje dat je zelf leuk vindt. Een klein schaartje dat goed snijdt, dat goed scherp is. Een pen of een potlood of een stift. En dan een vormpje, hoe groot dat je je pompon wilt hebben. In mijn geval is dit bijvoorbeeld een glaasje waar dat je iets kunt uit drinken. Hè? Dat kun je gebruiken als vorm. Of een klein potje, een klein rond potje, dat kun je ook gebruiken. Maar je kunt eigenlijk eender wat gebruiken dat je in huis hebt. En we hebben dan ook voor de kleine cirkel een muntstuk nodig. Als we het glaasje gebruiken, dan gebruiken we ook een muntstuk van 2 euro. En als we een kleiner modelletje gebruiken, gaan we ook een kleiner muntstukje gebruiken. Dus van 20 cent of van 10 cent. En een grote schaar, die hebben we ook nodig. En een mooi stuk karton. Want daar gaan we de cirkels uitknippen die we nodig hebben om onze pompon te maken. Eerst gaan we de cirkels tekenen. Ik neem het glaasje. Ik zet het op mijn karton. En ik teken de cirkel af. Ik houd het glaasje goed vast, zodat dat niet wegschuift, en dat je een mooie cirkel kan tekenen.
En zo teken je er twee, naast elkaar. Zo. Dan zet je dat weg en dan neem je het muntstuk van 2 euro. En je legt dat mooi in het midden van je cirkel. Je mag hier ook hulp vragen van mama of papa of grote zus of grote broer. Want dat is soms een beetje moeilijk. Dus je tekent het muntstukje af in het midden van de cirkel. En ook in de tweede cirkel gaan we dat doen. Dus mooi in het midden leggen. En dan aftekenen. Zo. En nu gaan we de cirkels uitknippen. Eerst de grote cirkels. En daarna de kleintjes. Ook hier vraag je even hulp van mama of papa. Van de grote broer of de grote zus. We gaan eerst de grote cirkels knippen. En nu kunnen we het kleine schaartje nemen. En dan kunnen we de kleine cirkel uitknippen. Want dat is iets fijner werk. Is iets gemakkelijker als je dan een fijn schaartje hebt waarmee dat je je cirkeltje kunt uitknippen. Zo, de kleine cirkel is eruit. Nu gaan we de tweede kleine cirkel eruit knippen. Een beetje prullenwerk. Maar we kunnen deze vormpjes ook wel telkens opnieuw gebruiken. Dus het is niet dat we die gaan gebruiken voor één pompon te maken. Ook nadien kan je die opnieuw gebruiken. Dus dat is... Voilà. De twee cirkels zijn geknipt. Als we de cirkels hebben uitgeknipt, dan gaan we ook een opening maken in onze cirkel. Zodat we straks gemakkelijk kunnen wikkelen met ons garen. Wacht, we gaan dat er dan opleggen, zodat we mooi weten dat dat hetzelfde is. Voilà. Nu zijn onze cirkels klaar, onze halve cirkels, om te gaan wikkelen. Ik heb hier nu 3 bolletjes garen liggen. Hè? Maar je kunt zelf kiezen welk garen dat je daarvoor gebruikt. Je kan een leuke kleur kiezen, maar je kan ook een bolletje wol kiezen dat heel zacht aanvoelt, bijvoorbeeld. Dat kan ook. Als je een bolletje neemt, dan ga je in het midden van de bol, steek je je vinger erin en dan trek je het garen eruit. Zo, zodat het bolletje niet wegrolt. Dat is gemakkelijker om te wikkelen. En we gaan dan het uiteinde van het garen nemen. We gaan onze 2 kartonnetjes, die mooi op elkaar liggen, die gaan we ook nemen, vastnemen. En dan gaan we het garen er rond wikkelen. Dus we houden het een beetje tegen met onze duim en ondertussen wikkelen we om en om en om. Totdat heel ons kartonnetje vol hangt met garen. Nathalie? Wil jij dat misschien ook eens proberen, maar dan met een blinddoek? Ja, met een blinddoek. Ja, dat wil ik zeker wel eens proberen. Oké. Ik heb hier al een kartonnetje voor jou uitgeknipt dat je kunt gebruiken. Ja. Alsjeblieft. Dank u. Ik heb hier een blinddoek liggen. Oké. Die ga ik aandoen. En ik ga jou een bolletje wol geven dat al eens gebruikt is. Dus veel mensen hebben zo een bolletje wel thuis liggen. En dan kan je natuurlijk niet in het midden naar je draad gaan zoeken, dan gaat je het op een andere manier moeten doen. Ja, ik heb hiervoor een kom. Als ik het bolletje in de kom leg, dan kan het, als ik trek aan het garen, kan het bolletje niet gaan wegrollen. Dus de kom met het bolletje blijft er gewoon in liggen. Ik ga mijn blinddoek opdoen en dan ga ik aan de slag. Ik neem de kartonnetjes. Ik zoek mijn bolletje garen en waar het begin van de draad is. Ik breng het naar de kartonnetjes en net zoals Greet ga ik beginnen wikkelen. Ik voel waar de kartonnetjes zijn, ik voel waar de draad is en ik ga gewoon een beetje overal. Greet, ben je ook nog bezig? Ja, ik ben heel mijn kartonnetje
vol met wol aan het wikkelen. En als je aan de andere kant bent gekomen, dan moet je gewoon terugkomen. Hè? Ah, je okay. maakt het eerst helemaal vol en je komt gewoon terug. Totdat heel het kartonnetje goed vol met wol zit. Het lijkt of hij nu toch al wel een beetje dikker is. Ik denk dat we hier wel mee verder kunnen. Ik voel met mijn vingers. En ik heb nu toch al goed gewikkeld intussen. Greet, wil jij uitleggen wat de volgende stap is? Mijn is ook af. Dan pak ik mijn klein schaartje. Ik knip het draadje los. Ik neem een touwtje, een stukje garen voor zelfs de pompon af te werken. Die leggen we al klaar. En het zijn dus twee stukjes karton die op elkaar liggen. En we moeten nu tussen de twee kartonnetjes door gaan knippen. Ook dit moet je vragen aan mama of papa. Want ik denk dat dat een beetje moeilijk is voor jullie. Dus we gaan dat losknippen. Ondertussen neem ik mijn draadje. Ik ga het ook al tussen de twee kartonnetjes hangen. Dat er niks kan gebeuren met mijn losse stukjes garen. En we gaan verder knippen totdat het helemaal opengemaakt is. Ondertussen volgt mijn touwtje mee. Zo. Dus het touwtje hangt ook tussen de twee kartonnetjes. Dan gaan we een knoopje maken. En we trekken dat heel goed aan. En we maken nog een knoopje. Dat het goed vast zit. En dan gaan we nog eens een paar keren tussen het kartonnetje om zeker te zijn dat het touwtje heel goed rond de pompon hangt. En we maken nog een knoopje. Zo. Voilà. En dan trekken we dus twee stukjes karton er langs af. Voilà. En dit is onze pompon. We knippen die nu nog een beetje bij, dat die dan mooi in model is. Soms hangen er zo'n beetje losse stukjes aan. En we knippen die mooi rond. Dus alle lange stukjes die je nog tegenkomt, die mogen een beetje korter. Voilà. En onze eerste pompon is af. Oké, ik ga mijn pompon nu ook afwerken. Voor te knippen en het draadje ertussen te steken, ga ik wel mijn blinddoek afdoen. Ook zodat het veilig blijft, dat ik niet mijn vingers ga knippen. Dus kindjes die volledig blind zijn, vragen toch wel best hulp aan een mama of papa of iemand die in de buurt is. Dus ik doe mijn blinddoek nu ook eventjes uit. Ik ga het draadje losknippen. Zo, dan neem ik een draad, zoals Greet zei, om zelfs ertussen te doen. Ik hoop dat het bij mij even vlot gaat, als bij Greet net. Ik begin met knippen. Tussen de twee kartonnetjes. Het valt eigenlijk nog wel mee. Het is een goed scherp schaartje, dan gaat dat wel makkelijker, denk ik. Ik ga even stoppen en de draad nemen. En er al tussen steken. Zoals Greet zei, dat de draadjes al niet gaan lopen, maar toch een beetje al samen blijven. Dan knip ik verder. Ik ben nog steeds aan het knippen. Hier in het midden loopt het wel wat moeilijker. Ja, ik ben terug vertrokken. Ik knip door. Tot het einde. Ik zit er niet helemaal tussen. Ik heb nog een beetje vergeten.
Oké. Ik ga terug mijn draad zoeken, die er al een beetje rond zat. En ik ga hem verder tussen de kartonnetjes steken. Oh, hier zijn ze al een beetje gaan lopen. Oké. Het draad links en rechts een beetje even lang maken. En dan een knoop. Goed aantrekken, zodat mijn draadjes niet meer weg kunnen. Nog een knoop. Nog eens rond tussen de kartonnetjes. Nog een keer. En nu nog eens twee knopen maken. De draad zit er rond. Ik ga de kartonnetjes eruit doen. Zoals Greet zei, kunnen die nadien nog gebruikt worden. Nu speel ik een beetje met mijn pompon, zodat de draadjes goed overal verdeeld zijn. En ik voel een beetje dat er hier en daar één uitsteekt. En zoals Greet zei, ga ik die bijknippen. Ben ik kapper aan het spelen, vind ik wel eens leuk om te doen. Zo. En ik heb een groene pompon gemaakt. Yay! Oké, onze pompons zijn nu allemaal klaar. En nu zullen we eens laten zien voor wat je die pompons ook kunt gebruiken. Bijvoorbeeld, je kan de kerstboom ermee gaan versieren. Ik ga er hier een paar bij hangen. Zo. Bijvoorbeeld zo. Aan de andere kant gaan we er ook nog eentje hangen. Dus dan heb je mooie witte pomponnetjes of een andere kleur. Dat is naar gelang wat je zelf schoon vindt. Hè? Dus je kunt zelf je eigen kerstboom versieren. Zo, nog eentje bijhangen. Voilà, dat is voor de kerstboom. Zo, ik heb nog wat andere pompons bij. Ik heb gouden pompons bij. En uit karton hebben we allerlei vormpjes geknipt. Bijvoorbeeld een ster of een rondje. Je kan ook een hartje knippen. Je kan kiezen wat je wil. En dan maak je in het midden een gaatje in. Je duwt het draadje erdoor en zo heb je eigenlijk bovenop je pompon een leuke versiering. En je kan die ergens aanhangen, zodat je eigenlijk een soort pomponslinger hebt. Ik ga er nu een paar aanhangen. Je kan ze op verschillende hoogtes hangen. Zo. Zo, dat is ook een manier om de kerst pomponnen te gebruiken. Je kan bijvoorbeeld ook een mobiel maken met een kapstok of met een mooie tak die je vindt in je tuin. En daar kan je dan de ballen en de pompons samen aanhangen. En die hang je dan bijvoorbeeld aan de reling van de gordijnen of aan een haakje aan de muur. Dat kan je zelf kiezen. Je kan bijvoorbeeld ook figuurtjes maken met pompons. Hier heb ik een voorbeeldje van een sneeuwman die ik gemaakt heb met 3 pompontjes. En die zijn elk van een andere grootte. Die maak je dan vast aan elkaar en je hangt er allerlei dingen nog aan vast. Hè. Gelijk de sjaal en stukjes voor de armen of de knoopjes, die plak je er dan aan vast. Je maakt zelf een hoedje eventueel, dus daar kun je mee kiezen wat je wil. Of je maakt diertjes. Dit is bijvoorbeeld een schaapje. Dat kan je ook maken. Dus je ziet, met pompons kan je heel veel leuke dingen doen. Als je bijvoorbeeld een oude diadeem hebt die niet meer mooi is, dan kan je kleine pomponnetjes maken en die dan vastmaken aan je diadeem. Voor de meisjes is dat heel leuk. Zo, onze pomponnen zijn klaar en de versiering ook. Ik vond het super leuk om te doen. Hopelijk is het bij jullie thuis ook gelukt en kunnen jullie er ook iets moois van maken. Greet, heel erg bedankt om ons te helpen met het maken van deze pompons. En zij gaat voor jullie nu nog een mooi verhaal voorlezen.
Het verhaaltje gaat over waarom de sneeuw het sneeuwvlokje geen kwaad doet. Alles had een kleur, behalve de sneeuw. De aarde was bruin, het gras groen, de rozen rood, de hemel blauw en de zon was van goud. Alleen voor de sneeuw bleef er geen kleur over. De arme sneeuw besloot om aan een van de anderen een beetje kleur te vragen. Eerst ging hij naar de aarde. Aarde, mag ik een beetje van jouw bruine kleur? Maar de aarde sliep en antwoordde niet. Daarna ging de sneeuw naar het gras en vroeg, gras, mag ik een beetje van jouw groene kleur? Maar het gras was gierig en deed alsof het niets gehoord had. Toen ging de sneeuw naar de roos en smeekte, roosje, alsjeblieft, geef mij een beetje van jouw rode kleur. Maar de roos was erg verwaand en draaide zijn hoofd af. De sneeuw probeerde het bij de hemel en riep, hemel, mag ik een beetje van jouw blauwe kleur? Maar de hemel was veel te ver weg en hoorde de sneeuw niet. En zo moest de sneeuw weer verder en vroeg aan de zon, zonnetje, mag ik een beetje van jouw gouden kleur? Maar de zon had het veel te druk met schijnen en had geen tijd om te antwoorden. En tenslotte vroeg hij aan een klein wit bloempje aan de rand van het bos. Wit bloempje, mag ik een beetje van jouw mooie kleur? En het lieve bloempje antwoordde, natuurlijk sneeuw, neem zoveel als je wilt. Zo nam de sneeuw een beetje van de witte kleur van de bloem en vanaf dat ogenblik was de sneeuw wit. Daarom werd het tere bloempje aan de rand van het bos sneeuwklokje genoemd. En het is het enige bloempje dat van de sneeuw geen last heeft. Bedankt, Greet, voor dit mooie verhaal. En dan nu de afsluiter. Zoals bij elke aflevering doen we op het laatste een uitdaging. Ik daag mijn gast uit om iets te doen tegen mij. En ook de kinderen thuis mogen deze uitdaging doen. Vandaag gaan we met de pompon die we gemaakt hebben van hand naar hand gooien. En dit zoveel mogelijk keer. Ik ga ook een blinddoek aandoen. Zo, ik zie nu niets meer. Ik pak mijn pompon. En ik ga nu van de ene hand naar de andere gooien en zo op en neer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 keer. Oké, Greet, kan jij meer? Ik ga het ook eens proberen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Wauw, Greet heeft deze uitdaging gewonnen. Proberen jullie het thuis ook? Kunnen jullie meer dan 10 keer de pompon heen en weer gooien? Als je oefent, lukt het beter en beter. Dus alvast veel succes! Hopelijk vonden jullie het ook leuk om een pompon te maken. Ik vond het super tof. Ik heb er enkele in mijn kerstboom gehangen. Spijtig genoeg vindt mijn hond ze ook wel heel leuk. Oh jee. In het begin van deze aflevering heb ik jullie verteld over een wedstrijd. De winterpretwedstrijd. Ik ga jullie nu meer over vertellen. Wat kan je doen om onze mooie prijs te winnen? Je moet een leuk gedicht of een mooie tekening maken en die opsturen naar ons. Je mag zelf kiezen wat jij gewoon het liefste doet. Er zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moet je lid zijn van de Brailleliga, omdat de prijs speciaal voor blinde en slechtziende kindjes is. En ook moet je jonger zijn dan 14 jaar. En wat is onze leuke prijs? Het is een pakket waarvan alles wat in zit. Knetterzeep, een leuk muziekinstrumentje, knutselmateriaal, een voicepad en ook in een van de volgende edities van ons tijdschrift Witte Stok zal er een artikel verschijnen met ook de tekeningen en gedichten van de winnaars. Dus het is zeker de moeite waard om mee te doen. Hoe kunnen jullie meedoen? Maak dus jouw gedicht of jouw tekening. En stuur dit voor 9 januari 2021 naar Brailleliga Winterpretwedstrijd ter advertentie van Nathalie Troonbeeks
Engelandstraat 57 in 1060 Brussel. Vergeet zeker niet jullie naam en adres te vermelden. Veel succes! Morgen heb ik afgesproken met Gerlinde en Nora. Nora gaat jullie laten zien wat ze allemaal al zelfstandig kan doen. Zeker de moeite waard om erbij te zijn. Tot morgen!